Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er heel veel zin in? Ik ook. Ik ben Leen Verachtert. Ik werk op Campus Flex in Leopoldsburg. En ik geef daar artistieke vorming of het vroegere plastische opvoeding. En ik doe dat aan de hand van vlinderuurtjes. Ik heb dus geen uren voor mijn vak op zich. Maar ik heb wel doelen toegewezen gekregen die ik bij de leerling moet bereiken. Maar dat doe ik door eigenlijk in de uren van mijn collega's op bezoek te gaan en daar met hun creatieve ideeën uit te werken, gelinkt aan hun lessen. En dan kan je zien dat soms niet de schilder, maar het materiaal eigenlijk het werk bepaalt. Want als hij zijn verf gooit, dan weet hij helemaal niet waar die naartoe gaat. Ja, dus soms moet je gewoon kijken wat er gebeurt. En dat is ook een beetje wat we vandaag gaan doen, hè. Vandaag gaan jullie zelf aan de slag. We mixen de twee weer door elkaar en je gaat aan de slag met Ecoline, maar je gaat er ook weer iets wetenschappelijks uithalen. Bij natuurwetenschappen soms is dat heel moeilijk voor die leerling om iets te begrijpen, omdat het echt abstracte leerstof is soms. Als we dan bij het vak artistieke vorming samenwerken, dan merk ik wel dat zij eigenlijk die leerstof veel sneller kunnen oppikken, dat zij die veel beter begrijpen ook en dat hun resultaten ook wel een stukje hoger liggen. Wat valt u op, Faith? Als je daar met uw vork doorgaat? Ja, dat mengt niet, hè. Bijvoorbeeld mijn collega wetenschappen, die wilde graag het onderzoekje doen rond de dichtheid van vloeistoffen. Daarbij komt water en olie aan te pas. En ik heb daar dan als creatieve element ecoline aan toegevoegd. Wat dat dan een mooi ander effect geeft. Maar de leerlingen zijn dan vooraf ook gaan kijken wat is ecoline. Hoe kan soms een materiaal een kunstwerk bepalen? Of het karakter van een kunstwerk bepalen. En ze gaan dan eigenlijk in wetenschappen met die ecoline op een heel andere manier aan de slag. Rustig olie met ecoline bij het watergieten. Ze zijn meestal heel enthousiast om aan zo'n project te werken. Daar komen ook hele mooie dingen uit. Goed zo, Aliana, bij jou begint het ook al. Ik weet nooit waar mijn vlinders zijn, met wie en wat ze aan het doen zijn. Ze komen dat dan wel eens vertellen als ze een geslaagd project hebben en ik vertrouw hen daar ook volledig in. Dan moet je als directie echt wel kunnen loslaten. Daar geef ik hen ook de volledige vrijheid in om dat ook zo te organiseren. Want als je daar beperkingen gaat opleggen en dit mag en dit mag niet en het mag alleen daar en het moet zo en ik wil een plan op voorhand, dan ga je doden, denk ik, voordat het goed en wel begonnen is. Zijn we aan de slag gegaan en in plaats van, zoals wij meestal doen, echt zelf aan het werk te gaan, zijn we een keer goed gaan kijken. Gaan kijken naar het werk van andere kunstenaars. Dan is het vandaag de bedoeling dat jullie daar nog verder over gaan brainstormen en al in de huid van de schilder kruipen om zelf je eigen schilderij met maar één spreekwoord weliswaar te maken. Samen met mijn collega, leerkracht artistieke vorming, daar zijn we nu een project mee bezig, samen met Nederlands, over spreekwoorden van de schilder Pieter Breugel de Oude. Wij gaan dan vanuit het Nederlands kijken naar de spreekwoorden, welke spreekwoorden zitten erin, wat betekenen spreekwoorden. En via het luik artistieke vorming gaan zij dan kijken naar wat staat er in dat schilderij, wie is Pieter Breugel de Oude. Denk er daarbij ook aan dat je daar een tentoonstelling van gaat geven. Dus de andere leerkrachten, collega's, directie, andere leerlingen komen kijken. Dus deze stap, een minimum 3 zinnen noteren, waarom dat je daarvoor hebt gekozen, moet je ook nog even doen. En let daarbij op je spelling en zinsbouw. Als je het hebt over Nederlands, dan zijn er heel vaak leerlingen die zeggen, Nederlands. Maar als je het dan kan koppelen aan een ander vak, bijvoorbeeld artistieke vorming, dan doen zij wel heel graag. Dus op die manier kan je leerlingen toch wel weer motiveren om ook tijdens andere vakken met Nederlands bezig te zijn. Geld in het water gooien had jij, ja? Ja. Wat ook wel belangrijk is daarbij, is dat je echt een leerkrachtenteam hebt. Dat iedereen daarvoor open staat. Dat er geen gêne is om bij elkaar in de klas te komen, om lessen van elkaar over te nemen, om samen die les te geven. En dat je gewoon op elkaar kan inspelen en dat vertrouwen geeft aan elkaar. Dat dat wel goed komt, dat je voor een project gaat en er ook alle twee instapt. En dat dat gewoon sowieso tot een goed einde gaat komen. Ik vind dat ook wel belangrijk
dat je dat ook weer meegeeft aan de leerlingen. Zo, wij verwachten van hen ook heel vaak dat ze samenwerken, terwijl ze dan ja, ook heel verschillend zijn en soms wel eens op dingen botsen. En dan dat ze ook kunnen zien dat wij dat ook doen, vind ik ook wel belangrijk. Ik kan het alleen maar aanraden en ik denk dat mijn leraren en mijn leerlingen dat gaan bevestigen.